Friesland rond het op. Ja, goed voor het gooien zonder jou het een tweede ronde. In het begin van de corona week. Ik hier van die Friesen die in de file stier van de milieustritten. Terwijl kan de koffie mij massaal aan het oproemen. En dat zorgt dan ik bij de kringloopwinkels. Maar de in- en verkeer, het is de drok. Ja, dat is nieuwsgierig. En in muziek en bedrog gaan we op ziek naar een mensen die dat verkeer. Het tweede ons goed en ik wil het verhaal erachter. En zo kwam ik uit bij Bettina Otter. Goedemorgen, Bettina. Goedemorgen. Een advertentie met onder oren oude blikken van trosten, cacao, bolletje. Het is een hele verzameling, Bettina, hè? Ja, klopt. Het is een beetje een uit de hand gelopen verzameling. Dus ik wil er eigenlijk wel vanaf. Ja, ja, maar hoe komst je aan al die blikken? Nou, wij kennen elkaar eigenlijk, mijn man en ik kennen elkaar vanaf 87. Toen zijn we gaan samenwonen en ja, toch beide wel de liefde voor brokant. En begonnen met een inrichting van de ouders van mijn oom. Dus dat was allemaal oud en brokant. Nou, zo is de liefde ontstaan. Toen zijn we eigenlijk altijd, alle weekenden gaan we een beetje op zoek naar leuke dingen in kringlopen. We hebben een oude camper, daar gaan we mee op pad. En dan gaan we de kringloopwinkels bij langs en dan een campingje erbij. En ja, zo komen we eigenlijk een beetje aan onze spulletjes. En hoe vier je hem dan wel net met de camper? Want dat is ja, in Friesland, hoe is dat net bij de camper heen of vanzelf? Nee, precies. Nee. Maar we pikken eigenlijk gewoon altijd een provincie, zeg maar. Hè. Ik neem Groningen, gaan we ook wel naartoe. En dan ja, er zitten toch wel zo'n 20 kringloopwinkels. Ja. Dus dan, ja, dan gaan we onderweg. Dan doen we even een bakje koffie, tenminste buiten de corona kon dat nog. En dan gaan we gewoon op pad en dan ja, spullen verzamelen. En dan hopelijk dat we ze weer verkopen. En hoe belangrijk is dat in je leven? Nou, heel belangrijk, ja. We hebben ook een visitekaartje, daar staat ook op, A Way of Living. Ja, het is eigenlijk een levensstijl voor ons geworden. We vinden het, mijn man en ik vinden het allebei prachtig. En ja, we worden heel blij als we weer iets leuks of unieks kunnen scoren. Ja. En dan het verhaal erachter natuurlijk, dat is ook heel erg leuk. Ja, nou, oh, die verhalen, dat sprutsen, want die blikken, die zeg ik stingen, hè, op Facebook, op Marketplace. Ja, klopt. Ja. Waarom was er nog van die blikken al? Nou, ik heb er eigenlijk een beetje veel van op het moment. En ik, ja, ik heb best wel veel spulletjes in mijn winkeltje staan. En dat neemt me eigenlijk nu een beetje te veel plaats in. Dus vandaar. Ja, correct. Nou ja, beskroot. Wat is het? Het is een hele verzameling, is het, hè? Ja, het is een hele verzameling. Er zit van alles tussen. Van drosten tot verkade. Van iets van Amsterdam. Hele oude blik. En ik heb dan ook nog een heel oud groot blik. Ja, dus daar zit wel een leuk verhaal achter. Dat heb ik ooit bij een kringloop gekocht hier in Tjalbert bij Goedgod. Dat was een blik en de meneer die is verkocht, die kon het niet open krijgen. Dus die zegt, ach, neem het gewoon maar mee. Dus thuis toch geprobeerd het open te krijgen. Blijkt er dus surrogaat, koffie en thee te zitten van voor de oorlog. Zo. Dus dat zijn leuke dingen dan. Ja, maar die doe ik net voor, denk ik, dit speciale nee, verhaal. Nee, die gaat niet weg. Nee, nee dat was een blijvertje. Ja, voor het gooien zonde, jou de tweede ronde. Klopt. Ja, je hebt volle meer al gehoord. Is het een beetje te hangen? Ja, eigenlijk wel. Ja. We hebben sinds voor de corona hebben we eigenlijk een brokant winkeltje achter huis. Dus met allemaal ja, voor ieder wat wils eigenlijk. Ja. Dus we hebben het best wel druk en we worden aardig bekend in de omstreken. Dus dat is heel erg leuk. Ja, je hebt door het al van die hondje zo'n 80. Als nou shift naar corona. Klopt dat beeld dat het volle drokker is? Dat mensen op ziek binnen en ik spul voortbrengen? Ja, klopt. Kringlopen zijn best wel veel drukker eigenlijk. En ook sinds de corona heb ik het ook veel drukker. Mensen gaan toch veel meer online shoppen, heb ik het idee. En ja, toch ook wel naar de kringlopen, dan wel op afstand en hè, met bepaalde aantallen naar binnen. Maar het is gewoon veel drukker, dat kun je echt merken. Hoe zou dat kennen, denk je? Ja, mensen gaan zich vervelen, denk ik. En dan is internet toch wel een gewild iets. Ja. Om dan ja, toch spulletjes te gaan zoeken en opruimen. Ja, hè, als je toch thuis zit, dan heb je toch snel zoiets van, god, we gaan de zolder eens opruimen. Of ja, het is meer een soort van verveling, denk ik. Ja, en ik werd de hang naar... Ja, naar vroeger, maar het oude woord ik. Misschien wel, ja, ik denk het wel. Wij vinden dat zelf ook heel leuk en vooral de verhalen erachter. Hè, waar komt het vandaan en wie heeft het in huis gehad? En ja, dat soort dingen, dat is gewoon voor ons heel erg leuk. Ja, roemt een meisje voor nieuw spul, dus die blikken ken voort. Waar kan ze nou die blikken vinden bij jou? Die kunnen ze vinden bij Jo Best Brokant. Ja, via Marktplaats, via Facebook. En dat zit in Heerenveen. En nog één keer de naam, de voelmiste voort, Bettina? Jo Bets Brokant in Heerenveen. Heel goed. Iedereen is welkom. Wat leuk, en ik de vrouw erachter, super. Klopt. En zet hem op. Ja, dankjewel, veel succes. Ja, leuk die sprutsen te hebben, Bettina, hoi. Oké, doei.